Hi, welkom in het mooie Lint. Vandaag zou ik graag voor jullie de Vlaamse YouTuber tag doen. Dat zijn een aantal vragen opgesteld door Beauty by Birgit, een hele tijd geleden al. Ik denk dat dat een heel mooie manier is om mezelf voor te stellen aan de Vlaamse YouTubers. 15 vragen. Ik ga de eerste paar een beetje groeperen, omdat ik denk dat dat logisch is. Hi, ik ben James. Dun James is de naam van mijn YouTube-kanaal. En ik vermoed dat je al wel weet uit welke provincie dat ik kom. Mijn leeftijd laat ons zeggen dat ik rond de eeuwwisseling al 25 was. Ik zou willen antwoorden met een wedervraag, waarom ook niet? Er zijn voor mij heel veel verschillende redenen waarom ik begonnen ben. Voor een stukje opzoek naar mezelf, naar wat ik te vertellen heb, naar wat ik zo bedenk. Als ik het helder geformuleerd krijg, wil zeggen dat ik er al goed door ben, dat ik al goed weet hoe het in mijn hoofd allemaal zit. En soms moet ik het opnieuw opnemen. Deze is nu de zesde keer dat ik deze film kan opnemen, dus sommige dingen zijn nog niet duidelijk. Er zijn er wel een aantal. Ik moet natuurlijk zeggen Casey Neistat, sowieso. De manier waarop hij van zijn stad houdt en die liefde voor zijn stad, van in de tijd New York, in beeld bracht, dat vond ik heel knap. Maar er zijn ook een aantal andere mensen die heel gespecialiseerd zijn. Heinrich van Firm Learning of Ali Abdaal met zijn productiviteitskanaal. Vind ik heel tof. Dan zijn er ook nog twee van die heel jonge landbouwers, een jongen en een meisje. Uit ergens de Bible Belt in Amerika. Ja, hoe dat die vol passie over hun eigen stijl, hun boerderijleven vertellen. Ik vind dat wel plezant. Dat is echt nog niet zo lang. Ik denk 2 maanden geleden dat ik ben begonnen met zo'n eerste filmpjes op te nemen. Dus ja, ben ik al een echte YouTuber? Zodra ik geen filmpje op YouTube zet, zet je YouTuber zeker, hè? Mijn favoriete soort van video? Ik denk dat dat is wat ze een praatvideo noemen. Dus hè, een vlog is dat niet echt, maar ik vertel een aantal anekdotes of een aantal ideeën die bij mij op een of andere manier aan elkaar gelinkt zijn. Associaties die worden opgeroepen wanneer ik iets tegenkom of iets merk. En soms gaat dat echt heel ver terug naar mijn jeugd of naar een anekdote van iets uit mijn beroepsleven of zoiets. Ja. Ik probeer veel te lopen. Ik ben nu net begonnen met mijn marathonvoorbereiding voor de Antwerp Night Marathon. Ik moet dat heel vaak zeggen, dan kan ik er niet meer onderuit. Dus ik beloof nu aan jullie dat ik dat ga meedoen. Dan moet ik dat meedoen. Maar dus, ik probeer soms iets te documenteren voor mezelf over het lopen. Maar met video ben ik niet op een andere manier bezig. Ik ben iemand die het redelijk pragmatisch opneemt allemaal. Ik heb net een paaspauze genomen. Dus ik maak geen grote plannen. Ik heb niet een masterplan uitgedacht. Ik wil wel groeien in mijn techniek, in de manieren waarop ik dingen breng. En hopelijk kan het binnenkort ook in minder takes. Als je graag verhaaltjes hoort, wilde associaties gemaakt in mijn hoofd, getriggerd door een klein iets, een verkeersbord of een uitspraak die iemand doet, vaak ook door een boek dat ik aan het lezen ben, dan moet je zeker subscriben. Dan krijg je van tijd tot tijd een filmpje met ja, een verhaal dat ogenschijnlijk nergens naartoe gaat, maar uiteindelijk meestal toch in een soort van pointe uit zal komen. Dat is althans mijn hoop. Ik heb niet echt een vast tijdstip. Ik probeer wel 1 à 2 keer per week. Ik gebruik mijn gewone iPhone. En ik gebruik ook iMovie op de iPad. Heel gewone spullen, niks voor betaald extra. Ik denk als ik het daarmee kan leren, dan kan ik nadien altijd nog overschakelen naar een zwaarder pakket. Waar meer mogelijkheden in zitten. Maar ik moet eerst dit een beetje onder de vingers krijgen. En dan, als dat goed lukt, dan zal ik de rest ook wel kunnen, denk ik. Met welke andere Vlaamse YouTuber wil ik wel eens werken? In principe met iedereen. Ik heb nog niet echt mensen specifiek in gedachten. Behalve mijn broer, maar die is momenteel met iets anders bezig. Die heeft juist een gezinsuitbreiding gedaan. Maar ik zeg het, ik ken nog niet zo heel veel mensen op YouTube. Nu tijdens corona is samenwerken moeilijk, denk ik. Dus het moet al een online samenwerking zijn en dat lijkt me toch minder interessant. Als ik dat eens wist.
En mijn enige betrachting is om authentiek te zijn. Dus ik streef geen succesformules na. Ik vertel verhaaltjes. Ik monteer die op de manier dat ik die monteer. Maar een succesrecept zou ik dat niet durven noemen, want dat blijkt niet uit mijn subscriberaantallen. Als ik er ooit achter kom, dan kom ik het jullie zeker vertellen. Mijn sociale media links die zal ik hieronder mee vermelden, zoals ook gebruikelijk is. Ik wilde ter gelegenheid van deze Vlaamse YouTuber-type video toch ook twee kleine anekdotes meegeven. Die gaan over het feit dat mensen YouTube vaak vergelijken met marathons. En ik snap dat wel hoor. Ze zeggen dan, YouTube is zoals een marathon, want een marathon moet je lang volhouden. En YouTube, om dat te doen werken, moet je er ook lang volhouden. Oké, er is één lezing. Mijn lezing gaat een beetje anders. De vergelijking gaat veel verder op dan alleen maar dat. Bij YouTube filmpjes maken komt heel veel kijken. Techniek, onderwerpen, het presenteren, ook het monteren. En bij marathons lopen is dat ook zo. De voorbereiding is veel belangrijker, vind ik, dan het lopen zelf. Dus schoeisel, kledij, voedsel, trainingsplannen, tegenslagen verwerken, noem maar op. En ik probeer telkens van een marathon, die allebei de keren, toch iets te onthouden. Bij mijn eerste marathon waren er vrij veel vrienden en collega's die langs de kant hadden postgevat en die hadden gezegd, oh, we komen voor u supporteren. En nu blijkt dat er niet zo heel ver voor mij iemand liep op blote voeten. Dus de meeste mensen waren afgeleid en waren nog aan het zeggen, we hebben gezien, daar liep er een op blote voeten en die hadden dus mij bijna gemist. Gelukkig was ik zelf wel heel sterk aan het rondkijken, ik was echt aan het genieten. Ik gaf de kindjes allemaal een hand en ik riep naar de vrienden en collega's die ik herkende, hun naam. En dan hadden ze mij toch nog gespot. Een tweede keer dat je de marathon liep, ging je het anders aanpakken. Je weet, mensen, lopers, die willen altijd hun tijd verbeteren. En aan de start stonden er van die mannen met een vlaggetje met een gerichte eindtijd. Dus je zit nu bij zo'n vlaggetje en dan blijf je daar in de buurt. En dan heb je in principe, als je die mensen kunt blijven volgen, heb je ongeveer die een eindtijd. Nu, ik was mijn vlaggetje kwijt. Ik was eigenlijk juist iets daarvoor. En ik liep achter een dame die heel de muziek duidelijk goed tempo had. En ik kreeg heel net telefoon van mensen die haar aanmoedigden. Die had keiveel supporters langs de kant staan met vlaggen. Ik dacht, amai, dat is precies dat die voor mij aan het supporteren zijn. Dat was kwee niet plezant. Die had een heel vast tempo. En ik ben die mevrouw blijven volgen. Ik vond dat super. Ik heb mijn tijd met een kwartier kunnen verbeteren. Wat dat toch niet niks is. En dus, waar ik de eerste keer heb geleerd, blijf de buurt van de mensen op blote voeten. Heb ik de tweede keer geleerd, zoek u een goede pacer. Iemand die u energie geeft, of wiens supporters u mee energie geven. Iemand met een stabiel tempo. En die kunnen u een heel stuk meepakken. Zo, dat was het alweer. De Vlaamse YouTuber-tag ingevuld door de James. Ik hoop dat jullie het oké vonden. Laat me zeker weten als je nog vragen hebt. Als je suggesties hebt. Of als je anekdotes hebt meegemaakt die je graag wilt vertellen. Waar ik in voorkom. Dan wil ik dat heel graag van jullie weten. Dat is van plasma geven er juist.